Goedenavond, welkom in TivoliVredenburg. Ik ben Stan Rijven, muziekjournalist en mede-organisator van deze serie Old Roots, New Roots. Daarmee presenteren we muziek die van elders komt, zeg maar de Old Roots, en die in Nederland nieuwe wegen heeft ingeslagen, de New Roots. In deze bevrijdingsweek een uniek concert, ook een universeel concert, door muzikant en vooral ook componist Patricio Wang en schrijfster, journalist Marja Vuijsje. Welkom, Patricio. Dankjewel. Wat gaan we vanavond horen? Nou, het concert is een soort reis door mijn muzikale geschiedenis. Dat doen we met deze prachtige band van de topmuzici, die ik al heel lang ken. Mm-hmm. En het is vooral muziek uit film, theater, alles wat ik in Nederland mocht doen. Het is een basis van ons repertoire. Ja. Vertel eens iets over jezelf, want je hebt het over Nederland, maar er is ook nog een andere periode daarvoor. In mijn leven, ja. Ik kwam in 1976 naar Nederland, omdat ik weggestuurd was van het conservatorium in Chili, mm-hmm, door de militairen, want dat is vlak na de staatsgreep van 1973. Dus in Nederland mocht ik ook weer verder gaan met mijn muzikale carrière, zeg maar. Wat mij nieuwsgierig maakt, hoe is de samenwerking met Marja Vuijsje ontstaan? Nou, Marja, in Chili was ik al geïnteresseerd in wat de mentaliteitsverandering die het fascisme en de Shoah mogelijk hebben gemaakt. En toen ik in Amsterdam kwam, was ik zeer onder de indruk dat hoe de Tweede Wereldoorlog nog sterk aanwezig was in bijna elke hoek van de stad. En daar heb ik Marja heel lang geleden ontmoet. En we hebben elkaar heel lang niet gezien, maar we kwamen een paar jaar geleden weer tegen. En natuurlijk had Marja in de tussentijd fantastische boeken geschreven, zoals Ons Kamp, over haar familie. Ja. Maar ook over Chili en over Idan. En Marja is, net als ik, ook iemand die geïnteresseerd is wat de mensen aan de andere kant van de wereld meemaken. Dus dat is een beetje het idee gebracht om dit bevrijdingsconcert, waarin wij via muziek en tekst ook proberen vorm te geven aan wat wij nog steeds onze ervaring als onze idealen eigenlijk. We gaan het zo horen. Tot slot, met welk nummer openen jullie? We gaan beginnen met de eerste ochtend. Dat is een stuk uit mijn filmmuziek voor de film Het Vonnis van Hilly Molenaar en Joop van Wijk. Oké, dankjewel. Graag uw aandacht voor het bevrijdingsconcert van Patricio Wang en zijn ensemble, voor Marja Vuijsje en voor het gastoptreden van zangeres Winanda van Vliet. Thank you.
mooi, vind ik. Ik heb ontzettend geluk namelijk, dames en heren, thuis... dat ik hier mag zitten tussen deze verschrikkelijk goede muzikanten... en de hele avond eigenlijk een soort privéconcert heb... omdat jullie allemaal thuis moeten zitten en niet hier bij ons kunnen zijn. Voor mij is het alleen al daarom een eer dat Patricio mij vroeg... om teksten voor te lezen bij dit bijzondere concert. Wij kennen elkaar inderdaad al heel lang. En wat ons bindt... nog steeds is een afkeer van alle nationalistische hokjes denken. De huidige tijdgeest is daarvan vergeven. Zo word ik in positieve, dan wel negatieve zin ingedeeld bij de Joden. En Patricio is dan in de ogen van heel veel mensen alleen maar een Chileen. En wij zelf weten dat onze identiteiten, niet alleen die van ons twee... maar eigenlijk ook van jullie thuis allemaal en van iedereen die hier zit... is opgebouwd uit allemaal facetten en een heleboel kleuren. Wij zijn allebei volwassen geworden in een tijd... waarin er een flinke dosis Engelse popmuziek doorheen ging... en er een heleboel Amerikaanse filmsterren ons als voorbeeld werden voorgeschoteld... maar ook met een zekere hang naar rebellie. Patricio vroeg mij in eerste instantie om aan dit concert mee te doen... vanwege mijn boek Ons Kamp. Dat is een boek over de Joods-Nederlandse emancipatiegeschiedenis... en de impact van de Shoah op de Joodse gemeenschap natuurlijk... maar eigenlijk ook op Nederland en op Europa. In politieke zin voelen wij ons allemaal... thuis bij het socialistische credo waarin mijn vader nog is opgevoed, 100 jaar geleden. Er is maar één land, de wereld. Er is maar één volk, de mensheid. Er is maar één geloof, de liefde. Het is een motto dat mijn vader na 1945 niet meer zonder sarcasme kon citeren. De hele Joodse context waarin hij had geleefd... was samen met een groot deel van zijn familie en vriendenkring verdwenen. Zelf overleefde hij Auschwitz doordat hij als trombonist werd toegelaten tot het kamporkest. En daar had hij allemaal hele romantische verhalen over... waardoor de Survivors Guild en alle hardheid en naarheid en onbeschrijfelijkheid van de oorlog... eigenlijk een romantisch verhaal werd over de muziek die zijn leven had gered. Mijn vader vond het leuk toen hij via mij terechtkwam op feestjes met Chileense muzikanten. Die behalve nieuwe klanken ook een paar idealen uit zijn jeugd met hun meebrachten. Het woord cosmopoliet is uit de mode geraakt. Maar wij zijn er alleen maar meer van overtuigd geraakt dat de levens van mensen overal op aarde immens met elkaar verknoopt zijn. En dat het tijd is om juist het idee van wereldburgerschap nieuw leven in te blazen. In Patricio's muziek is daar heel veel van terug te vinden. Zoals een reclamefolder voor dit concert ons al heel lang geleden beloofde. Een synthese van academische met populaire muziek... voorzien van Latijns-Europese noten en kritische ondertonen, meneer Wang. En nu krijgen we een heel bijzonder stuk natuurlijk weer. We hebben alleen maar bijzondere stukken vanavond. Maar het stuk wat u nu gaat horen is een bewerking... van een ook voor velen van u bekend muziekstuk van de Beatles. Het is uit 1974. Het werd in de eerste maanden van de militaire dictatuur in Chili gemaakt... voor instrumenten die verboden waren, eigenlijk entarted waren verklaard. Ze stonden symbool... voor de nieuwe muziek die was geboren als steun aan de regering van Salvador Allende. Thank you.
Volgende lied wordt gezongen door onze gast vanavond, de zangeres Winanda van Vliet. Bekend als een van de beste vertolksten van Latijns-Amerikaanse muziek in Europa. Ja hoor. Ze zingt mijn lied Rima, die is geschreven op een gedicht van de Colombiaan Eduardo Carranza. Puedo decirte, ni con el silencio, ni con las palabras, ni aun con la música más desesperada. Tal vez con la luna o con un aroma de violeta húmedo, de vino y de música, sufriendo nocturno tal vez con la noche. Decirte, ni con el silencio, ni con las palabras, ni aún con la música más desesperada. Tal vez con la luna o con un aroma de violeta azul. Het volgende stuk wat we gaan laten horen, en daar ga ik ook bij praten, ik ga gewoon door muziek heen praten, is Amankay. Het is een stuk uit
Een langer muziekstuk dat Patricio schreef voor die gelijknamige documentaire van Arjanne Laan, Amankay. Ik ga twee korte gedichten daardoorheen fluisteren. In ieder geval, ik hoop dat zo gevoelig mogelijk te doen. Het eerste is een fragment uit een heel lang gedicht van de Iraanse dichter Sohrab Sepheri. Sedaye Paye Ab, in het Persisch. In het Nederlands vertaald heet dat De klank van voetstappen op het water. Het tweede gedicht wat ik daardoorheen ga brengen is Nakende lente. En dat is van de Tsjechisch-Nederlandse Jana Biranova. Bevind, daar ben ik. De hemel is van mij. Het raam, de gedachten, de lucht, de liefde, de aarde zijn van mij. Wat geeft het als van tijd tot tijd paddenstoelen van heimwee groeien? Fluisteren. I am a tree, don't talk, just love me. Het belooft een nieuwe lente, als we naar elkaar toe groeien, in alle talen, alle daden. Van Louis Andriessen geleerd. En niet alleen over noten, maar over zijn gedachten over van de positie van de componist in de maatschappij. En ik heb zijn terechte boze woorden over het anticultuurbeleid van de toenmalige minister Halber Zijlstra opgenomen in mijn stuk Transiente. Ja, ik ga die tekst van Louis Andriessen zo boos mogelijk straks door de muziek heen scanderen.
En dat doe ik eigenlijk best met plezier. Ik heb er heel lang over nagedacht of ik dat eigenlijk wel kon. Want Patricio en ik zijn meestal niet van het heel hard scanderen. Maar de Nederlandse cultuursector ligt er nog steeds zo akelig vervelend pipsjes bij, dat we eigenlijk ook wel wat strijdbaarheid kunnen gebruiken van Louis Andriessen. Ik moet even zeer streng zijn. Het is oorlog. De politici hebben de oorlog verklaard aan de componisten. Alles wat na de oorlog is opgebouwd, wordt nu kapot gemaakt. Zelfs de fascisten toen vonden muziek belangrijker dan de Nederlandse politici nu. De opheffing van het Nederlands Muziekinstituut en de uitgeverij van Nederlandse muziek is pure agressie. De politici haten de muziek. Dat komt dat ze moeten bezuinigen. Bezuinigen? Allemaal onzin. Nederland is in zijn geschiedenis nog nooit zo rijk geweest als nu. Bezuinigen? Laat me niet lachen. Als de banken zitten te klieren, krijgen ze meteen 25 miljard in hun handen gedrukt. Vervuiling, uitsterven van dieren, opwarming van de aarde en overproductie van rotzooi. Allemaal spelletjes om de mensen onder de duim te houden. En dit alles onder de bezielende bijval van 90% van de media. Kunnen we weer verder praten. Pas als de economische groei wordt afgeremd, kunnen we weer verder praten. Nou, dat heb ik gered. Ik ga nu een heel klein stukje voorlezen uit een boek. Het is een bewerkt fragment uit mijn boek Oude Dozen. Dat gaat een beetje over de leescultuur. De feministische en leescultuur van de jaren 70. Maar is ook een beetje een sociologische verkenning uit die tijd. De jaren 70 waren voor mij en veel van mijn leeftijdgenoten de jaren van hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Willen jullie allemaal nog één keer meedoen? Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Yeah. Protesten tegen het bewind van de Chileense generaal Pinochet trokken heel veel deelnemers in de jaren 70. Bij wie te jong was, zoals ik, toen er actie gevoerd werd tegen de oorlog in Vietnam, staat de staatsgreep in Chili in het geheugen gegrift als het markeringspunt van haar of zijn politieke bewustwording. Het Chili van Salvador Allende was een grote liefde van echt iedereen met een links hart. Op 11 september tegen de dictatuur in Chili demonstreren was in onze kring net zoiets als de katholieke kerstmis. Ook wie vrijwel nergens meer aan deed, liep mee. Behalve voorspelbare redenvoeringen waren er altijd Chileense muzikanten.
Sommigen met een repertoire dat bijna net zo populair werd als Hotel California van de Eagles. Ook wie niet meeneuriede als iemand met een gitaar Gracias a la Vida of Te Recuerdo Amanda ging zingen, had thuis LP's van Latijns-Amerikaanse artiesten die werden geassocieerd met de strijd tegen de dictatuur. In elk geval van Victor Jara, de Chileense Bob Dylan met de zachte stem, van wie we wisten dat hij kort na de coup, evenals vele duizenden anderen, werd gefolterd in het stadion van Santiago. Op 16 september 1973 werd zijn lijk gevonden, met 30 kogelgaten en verbrijzelde handen. Mijn vader stampte er bij mij in dat muziek je leven kon redden. Hij had Auschwitz overleefd omdat hij zo goed trombone kon spelen. De executie van Victor Jara maakte duidelijk dat muziek ook je dood kan betekenen. Een van zijn mooiste liederen, vind ik, is Te Recuerdo Amanda. En dat gaan we nu horen. Ik denk aan jou, Amanda, in het Nederlands. Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
andere figuur, Violeta Parra. Violeta Parra was een belangrijke zangeres, dichteres, componiste. Ze heeft een wereldhit gemaakt, Gracias a la Vida, Dank aan het Leven. En dit vlak voordat zij zelfmoord heeft gepleegd. In mijn suite voor Violeta heb ik dit lied gecombineerd met een van haar andere lieden, waarin zij haar liefdesverdriet beschrijft. Dus het persoonlijke menselijke leed naast de filosofische gedachte van Dank aan het Leven. Als twee kanten van de medaille. Dus in mijn arrangement worden ze maar één lied. Gracias a la vida, corazón maldito. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo sus colores cerrados. Las multitudes, la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, guiños y turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Corazón contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana que se encabrita así? Que senta vida, porque palpita. Vida que me ha dado tanto.
In de 16e eeuw was Amsterdam een haven van tolerantie in een wereld voor religieuze conflicten. In die tijd kwam Maria Núñez, een Joods meisje uit Portugal. Die kwam om te ontsnappen aan de inquisitie. Samen met Frans Lavelle, initiator van het project, heb ik een muziektheaterstuk, Maria Núñez, gemaakt over haar verhaal. De muziek is gebaseerd, van het stuk is gebaseerd op oude Sefardische liederen. U gaat nu een zoals het volgende lied, dat heet Ya salió del mar la galana. En voor mij is het een eer om bij dit even te vermelden dat we dit lied opdragen aan alle vluchtelingen die het slachtoffer werden en worden van het huidige anti-asielzoekersbeleid, ook in Nederland. En aan de asieladvocaten die tegen de stroom in toch nog proberen te redden wat er te redden valt. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido azul y blanco, ya salió de la mar, con un vestido azul y blanco, ya salió de la mar. Entre la mar y el río, nos creció un árbol de membrillo, ya salió de la mar. Nos creció un árbol de membrillo, ya salió. Pablo Neruda is een reus in de wereld van de poëzie. Nobelprijs in 1971. Hij wordt meestal geassocieerd met ernstige gedachten, gedichten. Als Epos Canto General bijvoorbeeld. Dit onder andere door Peter Schat is op muziek gezet. Of Mikis Theodorakis. In mijn canción salvajes heb ik geprobeerd een muzikaal portret van hem te componeren, waarin ook iets van zijn donkere kant aan bod komt. Zoals in het volgende lied. Vind je dat een donkere kant? Ik vind het juist zo heerlijk. Dan, meer dan één. Oh. Maar met dit lied willen we het concert van vanavond beëindigen. Het ja, laatste woord is natuurlijk... Natuurlijk, aan mij. Want ik wil hier nog even een paar dingen over zeggen. Het lied wat we gaan horen heet El Insecto. Het is een heel geschikt lied voor de vrijdagavond. Het is ook heel fijn om op 7 mei met dit lied te eindigen. En niet met iets wat onmiddellijk aan de eerste paar meidagen doet denken. Het gaat namelijk gewoon over seks.
Het is een enorm erotische tekst die voor iedereen die wel eens op een of andere manier seksueel opgewonden is geweest, zich in zal kunnen herkennen. Er staan zinnen in, en dit is nog een van de netste zinnen, geloof ik, als van je heupen wil ik zwerven naar je voeten. Thank you.